gemaakt en dan gaan we nu beginnen met de set. Ik heb eigenlijk alles op, behalve oogschaduw en lipstick. Dus ik heb wel mijn wenkbrauw gedaan, van deze zit er al op. Ik heb al gecontourd en zo. En er zit al oogpotlood op, maar verder moet ik alles nog opdoen. En dat ga ik doen met deze kit van MAC. Dit is de All About Pink versie van de Look in the Box. En daar zitten deze producten in. Een trio met oogschaduws, een bruin oogpotlood, een roze lipgloss en een matte roze lipstick. Dus dit ga ik gebruiken in deze look, dus kijk vooral lekker mee. Ja, natuurlijk begin ik eerst met de oogschaduw, maar daarvoor ga ik eerst een basis gebruiken. Dat is de Too Faced Shadow Insurance in Candlelight. Dan hebben we dit oogschaduwdoosje. Daar zitten drie kleuren in. Er staat alleen niet op welke kleur zijn. Dus ik denk dat het allemaal limited editions zijn. Dus alleen in dit setje te koop. Er zit een beetje lichtgrauw highlight in. Een mooie champagne kleur. En een taupe cranberry tint. Natuurlijk kan je dit op diverse manieren gebruiken. Je kan dit op je ooglid doen in de arcadeboog. En als lijntje eronder. Wat ik ga doen is onder wenkbrauwbot, ooglid en crease. Maar je kan het net zo gebruiken als jij wil. Ik ga gewoon even laten zien hoe deze kleuren eigenlijk uitzien. Allereerst breng ik een kleur aan in mijn arcadeboog. En dat gaat deze Cranberry Tint zijn. En daar gebruik ik mijn MAC 217 voor. Het zijn trouwens allemaal Luxe Pearl Eyeshadows. En daar heb ik er eigenlijk maar één van. En dat is nog niet eens het echte setje. Dat is gewoon toevallig een Luxe Pearl Eyeshadow. Dat is volgens mij Ploef. Maar dat weet ik niet zeker. En dat betekent dat ze eigenlijk wat meer glitterig zijn. Maar ik vind dat deze echt onwijs veel pigment heeft. Wauw. Ah, ik vind het wel een hele mooie kleur. Wauw, dat had ik niet verwacht. Hij lijkt op de camera iets meer bruin. In het echt is hij iets meer taupe. Hij lijkt een beetje op Set in Taupe die ik heb. Alleen Set in Taupe is iets meer paars. Deze is iets meer burgundy, koper, bruinachtig. Wel een hele mooie kleur. Zeg, wauw. Dat had ik niet verwacht. Oké, wauw. Ik ben nu al verliefd op deze kleur. Wauw. Dan gaan we nu verder met de tweede kleur en die ga ik gebruiken over mijn ooglid. Oké, wauw. Veel glitter. Heel veel glitter. Maar wel heel mooi. Wauw. Oké, ik ben toch wel blij dat ik deze oogschaduwpalet heb gekozen. En ik kocht deze set voornamelijk omdat ik de roze lipstick weer gaaf vond. Maar ik vind de oogschaduw ook echt een va-va-voom gewoon. Maar kijk even die glans. Het glimt gewoon op mijn ogen. Echt super mooi. En als laatste gebruik ik de bovenste kleur onder mijn wenkbrauwbot. Kijk even die glans. Oké, wauw. I'm in love with this eyeshadow palette. Ik had het niet verwacht. Oké, wauw. Oké, dit is nu gewoon de oogschaduw. Ik ben nu 6 minuten aan het filmen geweest. En kijk even hoe mooi mijn oogschaduw nu zit. Ik vond nog meer wat anders op. Ik vind het echt heel erg mooi. Wauw. En ik heb nog niet eens mascara op. Ik ben nu echt heel erg tevreden over dit oogschaduwpaletje. Dan heb ik hier het potlood van MAC in Photographic. Dit is een Technicol Liner. En dat is best wel dom, want ik heb natuurlijk ook potlood opgedaan. En ik wil eigenlijk liever eyeliner opdoen vandaag. Maar ik ga hiermee een winkliner trekken. Kijken of dat lukt. Ik wil zien dat hij een beetje een puntje heeft. Dus dat moet lukken. Ja, volgens mij is het gewoon een bruine kleur. Dus ja, we gaan het gewoon proberen. Oké, de punt is afgebroken. Dat is heel erg balen. Niet hard drukken dus. Het is wel een mooi smoky potlood. Maar het blijft een potlood. En het is gewoon bruin. Dus ja, ik ben voor jullie uitgezoomd. Dit is nu de ooglook. Ik heb nog geen mascara opgehaald. Dat ga ik zo nog even doen. En dan zien jullie me zo weer terug. Maar dit is in ieder geval een beetje het beeld van ver af. Het is een klein beetje een smoky cat eye look. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet echt die smokies heb gedaan. Dus het is wel een beetje een mysterieuze oogschaduw look. Het is net een beetje voor mijn ogen een beetje een cat eye hebben. Terwijl ik niet echt een winged liner heb getrokken dit keer. Dus ik vind het wel een heel mooi effect geven. En ik vind het echt hele mooie kleuren. Dus ik ga nu even mascara aanbrengen. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Zo, mijn mascara zit op. Dat is overigens ook een mascara van MAC. Dat is de False Lashes Extreme Black Mascara. Dus misschien dat het nog een beetje een extra MAC effect geeft. Dat is in ieder geval deze mascara. Oké, de ooglook is klaar. Nu gaan we de mond doen. Dit is een beetje het idee als je nude-lippen hebt met deze ooglook. Want ja, ik heb niks op mijn lippen nu, maar ik heb best wel gepigmenteerde lippen van mezelf. Dus dan is dit een beetje het idee wat je dan zou krijgen. Maar we gaan toch lekker verder met deze twee rakkers. En ik ben heel erg benieuwd hoe dit straks uit gaat zien. Het zal echt wel All About Pink zijn, maar ja, zo heet de box ook. Dus daar heb ik me op ingestemd. Ik ga geen lipliner gebruiken dit keer, want die zit ook niet in de set. Dus dat zou niet eerlijk zijn voor de review van deze lipstick. Deze lipstick is Embrace Me. Dat is een matte lipstick.
En oké, hij knalt echt van de camera af. Ik heb trouwens deze vergeleken met Kenny Yum Yum voor jullie. Kenny Yum Yum is iets lichter dan Embrace Me, maar oh wauw. Ik heb hem ook nog niet aangeraakt, omdat ik ja gewoon wil dat het gewoon er nog goed uitzag voor de camera. Maar oh, ik wil dit nu echt op mijn lippen doen. Ik heb hem wel al opgedaan in de counter bij MAC voordat ik hem kocht, want ik wilde kijken hoe die stond. Maar oké, te veel gepraat, we gaan deze nu opdoen. Oké, neon to the max. Dit is wel een limited edition. Hij zat ook in de Beth Dido collectie. En toen vond ik hem ook wel heel erg gaaf. Maar ja, die was ook al heel snel uitverkocht. En nu heb ik hem eigenlijk te pakken. En ik vind hem echt super kick. En ik ben heel erg blij dat ik deze set gekocht heb. En om hem af te maken ga ik deze lipgloss gebruiken. Dit is lipgloss Unlimited Style. En ja, dit is ook gewoon een neon roze lipgloss. Deze heb ik ook nog niet aangeraakt. Deze heb ik ook helemaal nog niet op gehad trouwens. En je kan deze natuurlijk ook gewoon gebruiken los van de lipstick. Maar ik ga het er nu even overheen doen voor een extra knaleffect. De lipstick zelf is mat. Dit is, Embrace Me is echt, echt mat. Dit is de tweede matte lipstick die ik heb van MAC. En ja, die zijn op zich niet super droog. Ze smeren wel lekker. Dus deze is heel erg fijn. Maar deze geeft net gewoon wat meer glans, wat meer glitter. Dus dit is een heel erg leuk bijproduct. Dit is eigenlijk de look. Ik ga nog even heel snel mijn haar doen. En dan ben ik zo weer terug met mijn eindoordeel. Zo, dan ben ik weer helemaal afgesteld. Terwijl mijn haar is gedaan. Ik heb mijn vestje aangetrokken. En nu kun je ook wel zien dat als ik heel ver weg ga zitten, dat je het lipstick nog steeds kan zien. Dus de lipstick is echt de eye-catcher van deze set, maar dat hadden we vast ook wel verwacht. Oké, eindoordeel. Ik wil eigenlijk ieder product een cijfer geven. En of ik deze set zou aanraden, ja of nee. Nou, ik begin met het oogschaduwpaletje, want daar ben ik natuurlijk mee begonnen. Dit oogschaduwpaletje is veruit een van de mooiste oogschaduwtrio's die ik in mijn collectie bezit, denk ik. Ik ga dit paletje echt veel gebruiken, dat heb ik nou al door. Terwijl dit eigenlijk helemaal niet is wat ik had verwacht. Ik bedoel, die lipstick is echt motherfucking fel. En ik dacht, die ga ik echt iedere dag opsmeren dadelijk. En daarvoor kocht ik dit setje eigenlijk ook. Maar deze oogschaduw is ook echt prachtig. En ik ben zo blij dat ik deze heb gekocht en niet die andere. Want dit oogschaduwpalet is veel mooier. Dus ja, het oogschaduwpalet krijgt van mij, ja, ik vind het geen 10. Want het blijft wel dat sommige dingen nog steeds mooier zijn. Qua verpakking vind ik hem wel heel erg gaaf. En het is lekker makkelijk voor prijs en zo. 9. Ja, 9. Ik ga niet in discussie, gewoon 9. Dat is best wel heel erg goed. En dat vind ik ook heel hoog. Daar ben ik heel blij mee. De Technicool liner in de kleur mijn Photographer krijgt van mij, ja, het is een prima potlood. Maar ze hadden van mij niet erbij hoeven doen. Dan had ik liever iets van een lippotlood of zo erbij gehad. Dus dit vind ik eigenlijk een beetje de bammer van deze set. Daardoor gaat het setcijfer ook een klein beetje omlaag. Het is verder een goed potlood, begrijp me niet verkeerd. Maar hij breekt heel snel af. Dat heb je met van die draaipotloden heel snel. En ja, 7. Het is een goed potlood, maar ik vind hem niet wauw. En dan natuurlijk de knallers van deze set. Allereerst de lipstick krijgt van mij een 9,5. Wat ik het enige nadeel van deze lipstick vind, is dat die ik ga een beetje stroef is, maar dat is nou eenmaal met matte lipstick zo. Maar 9,5 is echt heel erg hoog. Ik ben heel erg blij met deze lipstick en ik vind hem echt super tof. Dus je gaat me hier vaker mee zien lopen, want ik vind het echt heel erg gaaf. En de lipgloss krijgt van mij een 8,5. Want het is gepigmenteerd, maar hij geeft meer glans en glitter dan echt een kleur af. Tenminste, dat kan ik zo zien. Ik zal ook nog wel een keer los laten zien in een filmpje hoe ik hem dan draag. Maar dan zal je ook wel zien dat hij iets meer sheer is dan de lipstick. Dus deze krijgt van mij 8,5. Oké, eindoordeel van deze set. Doordat het oogschaduwpalet en de lipgloss en de lipstick wel zo hoog zijn, krijgt deze set van mij een 8,5. Het had een 9 kunnen wezen, maar dat potlood vind ik echt een beetje jammer. Ik vind het doosje ook echt super leuk. Ik ga hem hier ook denk ik wel in bewaren, want ja, hoe leuk is dit?
Deze set heeft mij 43 euro gekost. En niet zo heel veel van MAC heb. En je wil graag iets proberen van MAC. Is zo'n set echt een aanrader. Er zijn in totaal 3 sets te krijgen. Dat is een... Kortom, loving this. En ik ben heel blij mee dat ik hem gekocht heb. En ik zou ook heel erg dit aanraden. Dus als je nog graag iets van MAC wil kopen, ga nu naar de MAC counter. Want ze zijn er. Ik heb deze gekocht in Rotterdam. En ik heb ook een foto gepost op Instagram toen alles er nog was. Dat was dinsdag. Maar ik zou deze echt aanraden. Gewoon kopen. Gewoon doen. Dan wil ik heel bedanken voor het kijken. En haal je nou ook voor roze lippen? Doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je meer reviews wil zien van producten. Meer looks wil zien. Want dan zit je op Shark Academy helemaal goed. En dan wil ik je heel bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!